Bushra D., die haar zus Anouk vermoordde, hoeft niet naar de gevangenis, maar ze krijgt wel TBS, zo oordeelde de rechtbank. Vorig jaar oktober liep het helemaal uit de hand in Den Bosch. Bushra D. stak 88 keer in op haar zus. Een fatale aanval die Bushra D. ook nog eens livestreamde op internet. De rechter vindt dat Bushra D. tijdens haar daad ontoerekeningsvatbaar was. En ook heeft de vrouw een stoornis waarvoor ze behandeld moet worden. Op basis van het onderzoek van het Pieter Baan Centrum komt de rechtbank tot de conclusie dat er tijdens het plegen van deze feiten bij verdachten een ernstig psychotisch toestandsbeeld bestond. Voortkomend uit de ziekte schizofrenie. Alles afwegend acht de rechtbank onder deze omstandigheden een TBS met voorwaarden het meest passend. Deze uitspraak, TBS met voorwaarden, viel te verwachten. Ook het OM zei tijdens de zitting al dat Bushra echt behandeld moet worden om herhaling te voorkomen. En de moeder van Bushra, die toen zei dat ze twee pareltjes in één klap verloren was, die kan nu in ieder geval erop rekenen dat ze Bushra op enig moment weer terugkrijgt in de familie. En ze hoorden de uitspraak van de rechter in tranen aan. Ze zijn enorm opgelucht in eerste instantie dat de uitspraak er nu eenmaal is. Dat geeft hun rust en oplichting. Dat vragen ze ook. Moeder en zus vragen ook met name op, laat het nu dan ook dit stuk ten einde zijn, zodat we ons verder kunnen richten op de verwerking. En ze zijn ook opgelucht dat, zoals de rechter ook heeft aangegeven, dat Bushra ook echt hulp nodig heeft. Daar zijn moeder en zus ook enorm opgelucht over dat de rechter ook heeft aangegeven. En daar steunen ze haar ook in, want ze heeft hulp nodig, daar is iedereen het ook over eens.